Yo, Efteling-fans, en super tof dat je kijkt. Het is een gloednieuwe video. Vergeet niet te abonneren. Vandaag is weer tijd voor de Efteling-journaal. Ja, wij gaan nu even kijken bij Doornroosje. Ja, oké. Okay. Ja, af en toe moet ik even kijken bij de camera. Want ik was aan het filmen, het was even uitgevallen. Maar ja, bij Doornroosje is een nieuwe wachter en de L, want de L heeft de sleutel vast. Ja, en we gaan ook even kijken bij Hans en Grietje, want daar is de muur al geplaatst, alleen het huisje. Daar zijn ze ook al bezig, want de pannenkoeken van op het dak, die liggen erop. Ja, alleen zou ik zeggen, pannenkoeken houden we van, met stroop en poedersuiker. Oké, we gaan toch eventjes lekker verder vooruit, want bij Carnaval Festivalplein komt een nieuwe podium van Yoki en Jet. Ja, voor... Hallo? Maar ja, we gaan toch even verder. Dus de camera is uitgevallen. Maar ja. Ja, er is een nieuwe podium. Want het wordt hartstikke mooi. Ja, en natuurlijk bij de Efteling Grand Hotel gaat ook hartstikke hard. Want... Ja, ja. De ramen zitten erin. De muren zijn allemaal geplaatst. Oeh. Maar ja. Ja. Ze zijn ook een beetje bezig met de decoraties voor op de muren. Ja. Het wordt hartstikke mooi. Ja. En natuurlijk. Leuk. Het eindslot. Het slot. Ja, het slot zit erop. Bij de poorten van het spookslot. Maar ja, dankzij mijn kaderen, hij gaat hartstikke hard. Ja, het is echt niet te geloven. 31 oktober gaat hij open. Maar, als je afgaat, zorg. Wanneer gaat hij open? De 31ste, maar ja. Maar, hoe laat? Hoe laat hij gaat open? Welke tijdstip? Maar dat weten we niet. Nee. Maar ja, dan komen we voor het einde van deze video van de Efteling Journaal. Vond het weer een tof video. Ja. Morgen ben ik met de sketch. Maar wat voor sketch? Dat weten we niet. Want als je afvraagt, komt er morgen misschien online? Dat weten we niet echt. Maar morgen ben ik ook nog bij Laurens. Dus het wordt ook nog hartstikke leuk gevlogd. Maar ja, vond het weer een tof video. Morgen ben ik weer. Dus mijn enige te zeggen, en het is later.